Ten slotte, Vitesse, ADO. Twee clubs die maar één doel hebben, allebei, en dat is niet degraderen. Vitesse-coach Theo Bos, daar gaat trouwens die schitterende zeearend, Hertog 2 van Vitesse. Theo Bos is als een kapitein op een schip in zwaar weer. Als speler had hij schitterende successen met bekerwedstrijden met Vitesse. Als coach ziet hij de ene naar de andere speler vertrekken, onder wie Nicky Hofs en Santi Kolk. Het geld is in Arnhem ontzettend op. Keeper Piet Veldhuizen lijkt nu ook te worden verkocht. Sportief gezien is dat een enorme aderlating, maar naar de vergoeding voor Veldhuizen wordt eigenlijk wel gesnakt in Arnhem. ADO, vorig seizoen net niet gedegradeerd, wel een heleboel bestuurlijke ellende gehad. Trainer ontslagen, directeur ontslagen. ADO begint nu vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Met een nieuwe coach, John van der Brom. Ooit steunpilaar van het succesvolle Vitesse. Nu dus terug in Arnhem, maar in de dugout van de tegenstander. We gaan kijken naar de opstellingen. Veldhuizen, nog altijd de keeper van Vitesse. Achterin Dost, Caldirola, Sprokkel en Van der Struik. Luca Caldirola is de enige nieuwe speler in de basis van Vitesse. Hij is gehuurd van, noem dat maar niks, internationale. Er zijn twee controlerende middenvelders, Stefanovic en Prupper. En daarvoor spelen Boetner, Pluim en Snijders. De diepe spits is Nielsson. Dan gaan we naar de basis van ADO. Zwinkels staat daar op het doel. Achterin Supusepa, Bosgaard, De Rijk en Ami. Christian Supusepa kwam over van Jong Ajax. Torenstra en Buijs zijn de controleurs. Kubik, Van den Berg en Verhoek spelen achter Lex Immers. Dat is de spits. Nieuw, František Kubek, Slovaak, komt van Trenčín. Dat is de club waar Tjöla Ling de baas is. Vitesse-ADO, een thuiswedstrijd voor commentator Jan Roels. 5,5 minuut gespeeld in de Gelredome. Immers, de spits van ADO, raakt de bal kwijt aan Snijders. Pluim voor Vitesse. Moet terug. Hier is Caldirola, de Italiaan. Caldirola. Oeh, die levert zomaar in bij Van den Berg. Van den Berg en Veldhuizen. Nou, Luca Caldirola in een hoofdrol in negatieve zin. Mist de bal volledig van de berg, maar de voet van Veldhuizen. In het eerste kwartier speelt ADO Den Haag een betere voetbal. Met Verhoek nu vanaf de rechterkant. Verhoek, eerste paal, goal, Immers. En dat doelpunt is verdiend voor ADO Den Haag. De ploeg speelt veel gedurfder dan Vitesse. Wacht niet af, heeft het initiatief. En dat wordt beloond door de spits Lex Immers na een goede actie vanaf de rechterkant van Verhoek. En zo leidt ADO Den Haag met 1-0 in de Gelredome. Immers. Goed gegeven door Toornstra, strak op Verhoek. Die heeft ruimte. Toornstra naar de rechterkant, maakt ruimte voor Verhoek. Nu Toornstra. Toornstra en 2-0 bijna. Wat loopt ADO makkelijk door de verdediging van Vitesse heen. Nielsson, Pluim, verliest in de lucht van De Rijk. Maar het is wel een hoekschop voor Vitesse. Slotfase eerste helft. De corner. Nielsson en de bal van de lijn gehaald door Ami. De corner. De inzet is van Pluim en de bal nog voor de lijn weggehaald door Ami. Supusepa, geen controle. En dan Nielsson, maar dat duurt lang. Die moet een paar passen terug. En vindt dan in de diepte geen afspeelmogelijkheid. Prupper. Buetner, Nielsson voor, Pluim voor. Pluim kan aannemen. Pluim. Ja, Pluim, dat is heel aardig. En dat is een prima doelpunt van dat talent van Vitesse. Die misschien snelheid mist, maar technisch is hij begaafd. En dat laat hij hier zien. Bal vast in het strafschopgebied zet hij Vitesse op gelijke hoogte. Prupper. Nielsson. Balletje binnendoor. Prupper. De Rijk met het laatste tikkie. Dus een hoekschop voor Vitesse. Stefanovic.
En de bal over de lat van Sprokkel. Buettner. Daar is de ruimte bij Pluim. Pluim met die mooie techniek probeerde die daar ruimte te maken voor een schot. Dat mislukte. Nu Buis. Zo wordt het meer een open wedstrijd. Kubik in de fout. Nielsson opgevangen door De Rijk. Vrije trap Vitesse. En geel voor Timothy De Rijk. Stefanovic. In de muur. Is dat Hens? Ja, zegt Wiedemeijer. En de bal gaat op de stip. Penalty voor Vitesse. Wiedemeijer zegt, hij doet die hand heel bewust omhoog, die arm. En dan is het een penalty. Daar in die kluwe is blijkbaar die arm van Kubik. Lasse Nielsson tegenover Robert Swinkels. Nielsson heel beheerst. Schiet hij de strafschop binnen. En Vitesse op 2-1. Nielsson kan de bal niet aannemen. Losgaat. Swinkels tegen Nielsson op. Die moest eventjes de bal zoeken. Nielsson. Snijders komt helpen. Buettner voor. Pluim. Daar is Stefanovic. Wat een kans zeg. Nielsson moet laten lopen. Snijders met Ami. Snijders is rap. Snijders is er langs. Wordt vastgehouden. Wiedemeijer geeft een penalty. Dat is volkomen terecht. En Ami krijgt geel. En daar mag hij nog van geluk spreken. Want je zou kunnen zeggen dat Snijders er doorheen was. Voor de tweede keer. Nielsson tegen Swinkels. Nielsson, zelfde hoek, wat hoger, weer raak. 3-1 Vitesse. Maar er moet worden overgenomen. Ah. Er is blijkbaar te vroeg ingelopen door de Vitessenaar. Daar is Buettner, ja, veel te vroeg ingelopen. Dat is terecht dat de penalty opnieuw wordt genomen. Ten derde malen dus. Nielsson, Swinkels. Is het opnieuw raak? Ja, weer dezelfde hoek. Nu is het dus echt 3-1 voor Vitesse. Steeds dus diezelfde hoek. En het is steeds raak. Ja, je moet het maar wel eventjes doen. Die penalty's die steeds maar inschieten. Verhoek. Verhoek. Ja, de kopbal. En Veldhuizen met een reflex op de inzet van De Rijk. Het is de laatste kans voor ADO Den Haag. Vitesse wint uiteindelijk verdiend nadat het in het eerste half uur niet aan te pas kwam in de Gelredome van ADO Den Haag met 3-1 van de ploeg van John van der Brom. Wat ik wel van baal is dat we het niet afgemaakt hebben in de eerste helft. En dan met name die eerste 25, 30 minuten. Waarin we met gewoon goed positiespel uitgespeelde kansen hebben gecreëerd. Ik denk als wij gewoon de rust in gaan met een 3-0 of een 0-3. Dan denk ik dat Theo, CQ Vitesse eigenlijk niks kan zeggen. Twee penalties. Je hebt er uiteindelijk 3 genomen. Alle 3 in dezelfde hoek. Ja, dat was eigenlijk een hat-trick of niet. Maar de eerste 2 was geen probleem, maar de derde wel een beetje zenuwachtig. Ik dacht, hij blijft misschien staan, maar ging toch die kant op. Ging je twijfelen? Een beetje wel, de laatste, ja. Hoe was het voor jou in een ADO Den Haag keurig kostuum in de Gelredome tegen toch jouw club Vitesse? Ja, ik had er ontzettend naar uitgekeken, maar ik sta hier nou wel een beetje met kiespijn. Tellen die sentimenten niet, hè? Nee, helemaal niet. Maar een andere keer over hebben. Ja, doe maar. Laten we dat maar doen, Jan. Dankjewel. Okay.